Het VT Wonen-team zit klaar voor een nieuw woonprobleem. Wie van het team past het beste bij het lila huis van Erwin en Claire? Goedemorgen, fijne interieurvrienden. Goedemorgen. Ik heb hier een hele specifieke klus onder de arm. Dit is het moodboard van Claire en dit is het moodboard van haar vriend Erwin. En dit is een stel uit Alphen aan de Rijn. En waarom is het nou zo'n specifieke klus? Erwin is marinier, maar woont in een lila huis. Oh, ja? Claire is eigenlijk onlangs bij Erwin inkomen wonen. Het was zijn huis, hij heeft het ook geheel verbouwd en eigenlijk ingericht. En de man is gewoon gek op lila. Dit zijn de moodboards. Boven is Claire, die heeft dus een lichte voorkeur voor iets van mintgroen. Als je dat zo bespreekt. Zie ik, ja. En nou ja, Erwin, hier met zijn ledverlichting. Hij kon het toch niet laten. Dat is de kast van Claire. Schrok je? Ja. Nou, op zich een best een hele mooie kast. En voor haar erg dierbaar. Ja. En dit is eigenlijk het enige wat zij in dit huis leuk vindt. En je ziet het ook heel duidelijk, want dit is heel anders qua stijl dan bijvoorbeeld deze meubels. Ja. Ik zag net ook nog iets heel glimmends. Die vloer, dit is ook wel een... Hier. Een glijpaleis. Maar wat zou je kunnen doen? Ik vind het juist wel echt een ruimte waar je misschien zo'n houttegel of met zo'n matte look in kan leggen. Dan heb je gewoon een rustigere basis. Dat lijkt me wel. Dat wordt dan wel een hele klus. Maar het is een heel leuk stel. Ze zijn dol op elkaar. En ze smachten echt naar een leuk huis waar ze zich allebei in thuis voelen. Claire is heel erg romantisch. En dat romantisch is iets wat Marianne ook heel erg is. Maar ze kan ook zeker met een knipoog en heel veel humor met de specifieke eisen van Erwin rekening houden. Marianne, ik vind dat het een hele goede case is voor jou. Eén puntje. Wat doen we met die lila? Komt goed. Wat ik